Hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Welkom bij deze avondroutine video. Ik was zeer gemotiveerd zondagavond om echt alles goed voor te bereiden voor maandagmorgen. Dus ik dacht, ik neem jullie mee hoe mijn ideale zondagavondroutine eruit ziet. Ik ben dus nu de handdoeken in de wasdroger combinatie aan het proppen. Zodat hij 's nachts kan draaien en dan doe ik hem gelijk op wassen en drogen zetten. Zodat er 's ochtends hele frisse gedroogde handdoeken uitkomen. Vind ik ideaal. Ondertussen was de jongste al gedoucht en die was tanden aan het poetsen en een beetje aan het klieren en handstanden aan het maken enzovoorts. Terwijl Logan nog aan het douchen was. Ik heb ondertussen de was opgevouwen en zoveel mogelijk bij hem weggelegd. Bij Brooke moet ik echt nog steeds lichten voor in haar kast. Ik denk aan ledlampjes, maar ik weet het niet zo goed. Ik heb ook alvast hun kleding klaargelegd, dus ik laat dan Brooke even kiezen wat ze dan precies aan wil. Ze koos voor dit jurkje. En Logan maakt het niet zo heel erg veel uit. Ik leg eigenlijk altijd hun kleding klaar, ook als ik 's ochtends gewoon vrij ben. Nu moest ik toevallig werken, maar als ik vrij ben leg ik het ook neer voor ze. Dan hoef ik ze 's ochtends alleen maar wakker te maken en dan hoeven we niet meer na te denken over wat willen we vandaag aan. Zoals ik zei, Logan geeft er echt niet zo heel erg veel om, dus het is alleen maar weer zo appropriate wat ik klaar moet leggen. En dan vindt hij het allemaal allang best. Brooke heeft heel fragiel haar, dus als ze haar haar was, probeer ik het ook altijd even alvast voor 80% droog te maken. Dan heb je minder kans dat het gaat breken als ze gaat woelen in de bed. Ik heb ook geprobeerd haar een beetje los vast vlecht te doen, dat ze daarmee kan slapen. Maar daar is haar haar echt nog wel te kort voor. Ze slaapt wel op een satijnen kussensloopje om inderdaad wat voorkomen dat haar haar af gaat breken. Toen ging ik de zonnebank klaarzetten. Logan en Brooke gaan af en toe onder de zonnebank. Ze hebben allebei een beetje last van eczeem in hun gezicht. En omdat de zon niet meer zo heel erg veel schijnt, is het dan wel eens lekker. Ik deed het vroeger ook altijd. Dit is het bed van de jongste zoon van Pascal. Die gaat op zondagmiddag altijd naar huis. Dus dan kunnen we dat bed gebruiken en dan kan het lekker voor de rest van de week blijven staan. Ik doe overigens natuurlijk wel zijn beddengoed ook weer wassen. Terwijl hun lekker 5 minuutjes voor en 5 minuutjes achter onder de zonnebank liggen, ben ik een boekje aan het lezen. Deze week zijn ze wel iets vaker onder de zonnebank geweest, omdat we ook richting Curaçao gaan in de voorjaarsvakantie. En dan hebben ze alvast een soort van basislaagje. Maar again, het is nooit niet langer als 10 minuten, omdat ik dan ook niet wil dat ze huidschade daarvan oplopen. Toen de Kings eenmaal bed lagen, had ik besloten om toch maar heel even een beetje te sporten. Dit is een Pilates workout van de Sweat app van Keletine, denk ik. En daar was ik lekker mee bezig. Ik heb het besloten beneden te doen, omdat Logan nogal erg aan het piepen was. Dat hij niet moe was en dat hij niet wilde. En als ik dan boven met mijn gewichten bezig ben, dan gaat hij zeker niet slapen. En nu was het natuurlijk toch boven donker en stil. Dus ik hoop dat hij dan wel lekker zou gaan slapen. En dan kon ik toch een beetje beweging nog inkrijgen. En toen heb ik mijn lamp aangezet. Dit is een UV-lichtlamp. Dit is gewoon als je wat meer last hebt dat je in de wintermaanden wat depri wordt. Dan kom je eigenlijk gewoon UV tekort of vitamine D. En dat maak je dus aan als je in zonlicht terechtkomt. En als het buiten zo donker is, dan ben je vaak niet lang genoeg buiten. Deze lamp zet ik sowieso altijd aan als ik eten aan het klaarmaken ben. Maar soms is dat heel kort. En dan dacht ik, nou, nu ben ik toch nog bezig met alles qua eten klaarzetten voor morgen. Dus dan zet ik hem ook gelijk even aan, zomaar een kwartiertje. Ik ben nu het ontbijt en de lunch en de fruithapjes van die kinderen aan het klaarmaken en wat ik zelf mee ga nemen naar mijn werk. Logan en Brooke hebben voor zowel een fruithap als de lunch een zo'n bento-box, dus met verschillende compartimenten. Dat motiveert mij ook om allemaal gezonde dingetjes erin te stoppen en allemaal verschillende dingen. Ik zelf had al uitgemeten wat ik die dag zou eten, dus bijvoorbeeld de halfvolle melk, zodat ik een eiwitshake mee naar mijn werk kon nemen. Doe ik dan in van die aparte dingetjes. De kinderen kregen lekker een paprikaatje mee. Ik probeer altijd iets van groente en iets van fruit mee te geven. Dus een komkommer, een tomaat, een paprika, een worteltje. Nee. En dan natuurlijk mandarijnen, appel of blauwe bessen. En ook altijd wel iets van een koekje of een klein snoepje. Ook voor mezelf neem ik heel erg graag wortel en komkommer mee en die dip ik dan in de hummus. De hummus doe ik inderdaad in zo'n apart bakje, maar de komkommer en de wortel die gaan in zo'n verdeeldoosje. Ik heb het voor die kinderen ook geprobeerd om hummus mee te geven, maar die vinden dat niet zo lekker, dus die eten liever gewoon zo hun komkommer en hun wortel op. Dan maak ik ook alvast hun ontbijtboterhammetjes die ze dan meenemen naar de gastouder. Op deze manier hoeft mijn partner ze alleen 's ochtends wakker te maken en helpt met aankleden. En dan
kunnen ze daarna gelijk bij hun gastouder op het gemakje wakker worden verder en een boterhammetje eten met z'n allen. Dat is voor haar ook fijner dat zij niet alleen hoeft te eten en dat hij dan ook nog eens kinderen moet vermaken. En ik vind het ook wel fijn om het mee te geven. Zij wil het op zich best ook wel zelf leveren. Maar Burke heeft toch een beetje een lactose-intolerantie. En denk ik, als ik het alvast klaargemaakt heb, dan hebben ze zelf ook keuze wat ze op hun boterham krijgen. Als ik iets met pindakaas of pasta meegeef, doe ik het altijd wikkelen in een keukenrolletje, zodat het niet doorlekt naar andere boterhammen. Dat vind ik zelf helemaal niks. Die kinderen maken het volgens mij niet uit, maar ik vind dat gewoon heel fijn om te doen. En zoals je ziet krijgen ze inderdaad ook iets lekkers mee. Dus ze krijgen allebei een spekje mee. En koekjes, smoltjes in dit geval. Ik haal ook alles uit de verpakking, zodat ze ook geen papiertjes en rondjes mee terug gaan nemen. En dan natuurlijk ook het drinken. Ze hebben allebei dus een ontbijtje mee van 2 boterhammen met worst en met pindakaas of met pasta. Paprika, blauwe bessen en smoeltjes bij de fruithap. Dat is voor hun allebei hetzelfde. En Brooke heeft van 2 boterhammen met komkommer, wat worteltjes, een paar mandarijntjes en een paar spekjes mee. En Logan heeft 2 boterhammen met 1,5 mandarijn en een paar spekjes en ook wortel en komkommer. En dan allebei bekers met siroopje en 2 keer Wiki. En ik heb dus wortel met komkommer en sla en er komt een bakje carpaccio bij. Ik heb mijn melk mee met mijn poeder en de hummus. En natuurlijk alvast mijn flesje water. Ik laat nu niet mijn Epic BCAA's zien. Die heb ik al wel alvast in een bakje gedaan. En ik neem natuurlijk mijn aparte bestek-etuietje mee. Ik zet alles klaar in de koelkast, zodat het gewoon de volgende ochtend makkelijk te pakken is. En zet alvast de spulletjes klaar die ik dan mee moet nemen, zoals mijn kleding, mijn laptoptas en mijn tas waar al het eten in gaat. En natuurlijk mijn vest. En dan is het tijd om de honden uit te laten. En dan lekker met mijn pyjamaatje naar de badkamer om lekker te gaan douchen. Ik moest ook mijn haren wassen, dus ik wou lekker op tijd eraan beginnen. Dus mijn haar wassen doe ik ook altijd daarna eventjes doorkammen. En dan met olie eventjes de punten, zodat het een beetje beschermt. Want ik heb heel snel last van droge punten. En natuurlijk ook even een nachtcrempje en een oogcrempje. Ik heb zo'n beauty koelkastje, dus daar moest ik het even uithalen. En toen was het nog maar 8:30 en toen ging ik heerlijk lekker warm in mijn bed dit boek lezen. Dit is ook een beetje de reden waarom ik nu een ideale zondagavondroutine heb. Het lukt me echt niet altijd. Maar dit boek legt uit waarom het belangrijk is om bepaalde routines en gewoontes te hebben. Ik kapte de lens uiteraard goed voor bril op. Dan ging ik daarna lekker op tijd naar bed. Ik lag echt om 9:30 al te slapen, want de wekker ging weer om 5:30. Dit is een beetje mijn ideale avondroutine. Ik hoop dat jullie hier tips en tricks uit halen en hebben misschien nog wel advies. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video en dan wens ik jullie een fijne dag verder. Doei!